Ik sta halverwege de Kamerich in Zuid-Limburg voor alweer de zesde afspraak in de topcompetitie, de klimtijdrit in Vaals. We zijn in Vaals, Zuid-Limburg voor een klimtijdrit over 15,5 kilometer. Alweer de zesde krachtsmeting in de topcompetitie, waarmee een profcontract is te verdienen bij Rompot Nederlandse Loterij. De klimtijdrit in Vaals kent een korte historie, want de Gronenrit bestaat pas sinds 2015. De verrassende winnaar was toen Twan Kasteleins. Klopte met overmacht Lennart Hofstede en Sam Omen. Pak heeft geholpen! En liet zien dat hij profwaardig genoeg was om net als de twee naar de World Tour te verkassen. Ja, dat mag er zeker bij. In 2016 was de eer aan Oscar Riesebeek. Werd daarna ook prof, maar kwam niet aan de toptijd die Kasteleins in 2015 neerzette. 24 minuten en 8 seconden. Dat is dus het parcoursrecord en misschien wordt dat vandaag wel uit de boeken gereden. Ja, alweer de zesde afspraak in de topcompetitie, de klimtijdrit. En we gaan het hebben over de leiderstruien, want Robert de Greef staat in het oranje. Maar blijft hij in het oranje? Ik ga even kijken, hier naast mij staat Grisha Nierman, een kenner. Wat denk jij? Ja, ik denk dat hij zeker wel kans maakt, maar vandaag is natuurlijk wel een hele lastige, zware afspraak, waar waarschijnlijk vooral de hele goede tijdrijders boven komen drijven. En dat zien we straks. Dan, jij weet er ook veel van af. Kort staat ook Tijmen Eysing, maar is wat zwaar hè, voor deze tijdrit, hè? Ja, ik denk dat Tijmen Eysing, als we het dan over de drie kans hebben ze op het, om het oranje te pakken. Dan hebben we het over Adriaan Janssen, Robert de Greef en Tijmen Eysing. Is Tijmen Eysing waarschijnlijk de minste hier? Is Adriaan Janssen misschien de beste? Maar kan Robert de Greef voor een verrassing zorgen? Want ja, we weten allemaal nog hoe het 2 jaar geleden hier gebeurde. Dat Twan Kasteleins in één keer iedereen naar huis reed. De man van Babydump. En waarom zou Robert de Greef dat niet kunnen vandaag? Ik denk dat ik goed ben. Ik denk dat ik het ook moet kunnen. Uitslagen uit het verleden, ja, die moet je misschien niet meetellen vandaag. Dus als ik win is het misschien een verrassing op basis van het verleden. Maar ik denk hoe ik nu ben, moet ik wel best ver kunnen komen. Je bent echt in orde, hè? Ja, ik voel me goed. Dus ik hoop dat ik vandaag ook gewoon weer de goede benen heb. Ik heb er in ieder geval alles aan gedaan om hier een goede uitslag te rijden. Dus hopelijk lukt het ook. Je start als laatste in een mooi oranje snelpak. Dat moet moraal geven. Uiteraard, ja. Dat geeft wel iets extra's. En ja, ik wil die natuurlijk heel graag verdedigen. En ik hoop aan het einde van de dag nog te hebben. We zitten 10 seconden voor de start van Jasper Roklund. 95 vertrekkers vandaag. Onderaan de Kamerich, waar om 19 minuten over 6 een topper van start ging. Jasper Okkeloen rijdt in de bolletjestrui en kreeg een bijpassend aeropak aangemeten van BioRacer. En heeft vandaag maar één missie en dat is als eerste boven zijn op het tussenpunt waar 40 punten zijn te verdienen voor het bergklassement. Okkeloen slaagt daarin met een tijd van 2 minuten 42 seconden en 52 honderdste en is daarmee verzekerd van de eindwinst in het bergklassement. En hier zien we dat klassement. Jasper Okkeloen met 40 punten voorsprong aan kop voor Gert-Jan Bosman. En met nog 2 koersen te gaan zijn er dan nog maximaal 30 punten te verdienen. En wel in de HLB Vandaal Eurode omloop. Want in de individuele tijdrit die 9 juli in Emmen plaatsvindt worden geen punten vergeven in dit klassement. Okkeloen mag zich dus al verheugen op de eindprijs. Een fraaie wielset van Infinito, de sponsor van het bergklassement. Hier zien we Hartijs de Vries, de nummer 4 van het NK tijdrijden voor beloften. Is een vedergewicht, maar komt vandaag niet verder dan de 16e tijd. Zo zou later blijken nadat onder andere Aik Groen binnen was. Is het hele jaar al goed, maar mist nog die grote uitschieter. Zo reed hij op het Nederlands kampioenschap voor de profs de hele dag in de kopgroep. En dus mogen we aannemen dat hij in orde is. Ja, dus de eerste dag dat ik me weer een beetje fit voel. Het heeft er wel een beetje ingehakt, maar ik denk dat het wel goed komt. Je had goede benen daar, hè? Ja, ja, ik had er ook wel vertrouwen in voor de start. Ik zat mee natuurlijk, dus alleen 230 kilometer is dan toch iets wat je niet gewend bent. En dan ga je uiteindelijk toch naar de kloten. Wat kan je hier met die goede benen?
Ja, ik weet niet of ze nog zo goed zijn als afgelopen zondag, maar als ze goed zijn, moet ik normaal gesproken gewoon voorin meedoen. Wat is voorin? Is dat podium? Ja, voor de tijdrit vind ik, ben ik altijd tevreden als ik gewoon alles heb kunnen geven. En dan hou ik me van tevoren niet zoveel bezig met de klassering. Als ik alles heb gegeven, dan ben ik tevreden. En dan zien we wel waar ik uitkom. En Eik Groen gaf alles en dat was zeker niet voor niks. Hij noteerde uiteindelijk de derde tijd van de dag en mocht dus het erepodium op. Kusjes van onze dames en heren van Star L Models. Eik Groen dus op het podium, maar of dat Martin Kelderman lukt is nog maar de vraag. Hij is de drager van de blauwe boomtrui, de beste clubrenner in de topcompetitie, maar staat op gelijke hoogte met deze man, Sjors Dekker. En het zou vandaag dus wel eens stuivertje wisselen kunnen worden. Ja, het staat heel dicht op elkaar. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat dat er een en ander gaat veranderen. Dus het zal zeker spannend worden, ja. Wat denk jij? Wat kan jij vandaag? Ik weet het niet. De laatste twee jaar heb ik nog niet echt een hele korte uitslag gereden, die klimtijdrit. Nou goed, nou heb ik natuurlijk een operatie gehad voor mijn Lisa. Dus in die tijdritpositie zou het normaal gesproken nu beter moeten zijn. Wattmeister was goed vorige week, dus de benen zijn normaal gesproken goed. Maar we moeten maar eens even kijken hoe het gaat vandaag. Ik ga in ieder geval mijn best doen. Ja, en dat is hard nodig voor Martin Kelderman, want hij en Sjors Dekker hebben beide 60 punten. En ook in dit klassement zijn de belangen dus hoog. Want de eindwinnaar mag zich verzekerd zien van een prof-B-contract bij de continentale formatie Delta Cycling Rotterdam. Een wedstrijd in een wedstrijd, want naast de dagwinst zijn er dus die vijf klassementen. Zo ook de rode Wattmeistertrui van Lars van den Berg. Is pas 18 jaar en trapte een verbazingwekkende 6,01 watt per kilogram in de voorrondes van de Wattmeister Challenge. Wat kan een Wattmeister op dit parcours? Ja, omhoog moet ik het grote verschil maken en bovenop moet ik niet te veel verliezen. En dan ik hoop op een top 10 plek aan het eind van de dag. Dat lukte net niet. Lars van den Berg werd uiteindelijk 11e, maar hoeft zich zeker niet te schamen. En mocht 5 juli, de woensdag na deze klimtijdrit, nog eens laten zien wat hij kon in de finale van de Wattmeister Challenge. Samen met de beste 10 uit dat klassement. We zijn in Amsterdam bij de finale van de Wattmeister Challenge, waar 10 finalisten mogen gaan strijden om een stagecontract bij World Tour formatie Katusha Alpecin. Een prachtige prijs en motivatie voor inmiddels 52 deelnemers die een poging hebben gewaagd om een gooi naar het rood te doen. Maar na 5 voorrondes is jonkie Lars van den Berg de leider in het klassement. Ja, dat is ongelooflijk afzien. Het is doorbijten, maar ik wist waar ik ongeveer kon halen en... De laatste paar minuten is het gewoon doorbijten en dan is het mooi dat je het laatste blok nog kan volmaken en dat het lukt. Ja, het niveau is hoog en we nemen de top 10 even door, want deze mannen mogen vandaag aan de bak. Zoals gezegd, de leider in het klassement na 5 voorrondes is Lars van den Berg, die net pas 19 jaar is geworden. Hij wordt op de hielen gezeten door Jasper Okkeloen, 27 jaar. En hij trapte net een paar honderdste minder dan de Benjamin Lars van den Berg. Op plek 3 zien we Martin Kelderman, de broer van World Tour renner Wilco Kelderman en drager van de blauwe trui in de topcompetitie. Jasper de Laat, vorig jaar winnaar van de blauwe trui, op plek 4, gevolgd door Kenny Nijssen. Iets wat onbekend als wegrenner, maar won in 2016 wel de Marmot. Een cyclosportieve wedstrijd met internationale status. Op plek 6 met 5,82 watt per kilo Rick Ottema, die het hele jaar al goed rijdt. Gevolgd door Eik Groen, nog zo'n diesel die een podiumplek wist veilig te stellen in de loodzware klimtijdrit van Vaals. Volkert Oostra is er ook bij, trapte 5,78 watt en Piotr Havik, de renner van Westland Wilverhuid, houdt de eer hoog van zijn club. En Beat Cycling, de ploeg in opbouw waarvoor hij als ambassadeur door het leven gaat. Jens van den Doel, misschien wel het meest onbeschreven blad met 5,65 watt per kilogram, maar laten we dat snel vergeten. De klokken gaan vandaag op nul en dat betekent dat de renner die vandaag het langste blijft doortrappen de winnaar zal zijn.
Alle 10 mannen maken dus evenveel kans en de spanning is te snijden, ook bij Jasper de Laat. Hoe graag wil jij hier winnen? Ja, heel graag natuurlijk, maar dat willen ze alle 10. Dus komt het er gewoon op neer wie het de meeste af kan zien en dat kan ik wel. Volg het Oostra. Ja, gewoon erop staan. Ja, stap er maar op. De renners werden voor de start zorgvuldig gewogen op een geëikte weegschaal. Een belangrijk element van deze wedstrijd, want hoe lichter de renner is, des te minder wattage hoeft hij te trappen. Piotr Havik. Een duivels dilemma voor de renners, want licht zijn is goed, maar je kracht verliezen is een risico. 73. Rick, wat woog je? 74,9. Ben je daar tevreden mee? Ja, ik hoopte wel onder de 75 grens, dus dat is gelukt. Hoe heb je daar aan gewerkt? Weinig drinken vandaag en weinig eten. Wel goed eten, maar op de juiste momenten. En ik heb vanochtend nog even een rollensessie gedaan. En toen ik op de weegschaal stond na de rollensessie was ik lichter als dat ik vanochtend wakker werd. Dus dat had nog even geholpen. Hoe moeilijk is dat om die balans te vinden tussen zo licht mogelijk, maar niet je energie verliezen? Ja, je hebt natuurlijk ook heel veel overtollig gewicht in je lichaam en je darmen zitten. En dat hoop je natuurlijk eruit te krijgen. En dat moet je wel verantwoord doen. Dus dat is wel even lastig. Maar dat is een beetje de balans. En als je daarom daarnaast de lichaamsgewicht gaat verliezen, dan gaat het weer kosten van je absolute vermogen. Wat je ook weer niet wilt hebben. Dus je moet gewoon niet overdrijven. Want uiteindelijk is er geen zwaartekracht hier op deze test aanwezig. Dus uiteindelijk maakt het niet voor uit. Alleen als je de overtollige gewicht maar even kwijt bent. En dan gaan we eraan beginnen. We gaan strijden voor het stagecontract. Bij Katusha, Alpecin Canyon. Het gaat voor die rode trui vanavond. En voor dat stagecontract doe je uiterste best. Haal het beste uit jezelf. Om 7 uur was het zover. De mannen begonnen met trappen. En bewegingswetenschapper Jim van den Berg legt nog eens uit hoe het protocol in elkaar zit. Afzien in de eerste plaats. Het is iedere 6 minuten komt er 0,4 watt per kilogram bij. En dan gaan ze het, de winnaar hield het 1:12 vol en een paar seconden. En ja, ik verwacht vandaag ook wel een soort gelijke prestatie. Wat maakt deze Wattmeister Challenge zo uniek? Nou, wat heel tof is, is dat je eigenlijk alle andere omstandigheden gelijk houdt. Hè? Het gaat niet om hoe goed je kan sturen of hoe goed je in een peloton kan rijden of wat voor grote mond je hebt. Het gaat er echt om wat je fysiek aan kan. En dat op deze manier in de wedstrijdvorm, dat bestaat niet. Dat doen we hier voor het eerst. Wie zal zich straks kronen tot Wattmeister en gaat naar huis met dat stagecontract bij Katusha Alpecin? En wie wint de loodzware klimtijdrit in Vaals? En zal het parcoursrecord van Twan Kasteleins uit 2015 uit de boeken worden gereden? Dat zie je allemaal na de reclame. Tot zometeen. Welkom terug bij deel 2 van de topcompetitie samenvatting over de klimtijdrit in Vaals. 15,5 kilometer heuvel op, heuvel af. 95 hardrijders en ploegleider Grisha Nierman van Lotto NL Jumbo is speciaal komen scouten vandaag. Als iemand kan tijdrijden, dan kan die hoge wattages trappen. Als die dan ook nog bergop kan, dan kan die ook zeker heel hoge wattages per kilogram trappen. En het is gewoon een hele eerlijke strijd. Daarom dat het wel heel interessant is om te komen kijken. Ja, een mooi bruggetje naar wattages per kilogram, waar Grisha Nierman al aan refereerde. Want exact daarover gaat de Wattmeister Challenge, die een paar dagen na de klimtijdrit zijn finale kende in het Cycling Lab Amsterdam. 10 finalisten die strijden om een stagecontract bij World Tour formatie Katusha Alpecin. En de spelregels zijn simpel. Wie het langst blijft trappen is de winnaar en mag per 1 augustus gaan rijden op een canyon in het bekende rode tricot dat vandaag ook wordt gedragen door de renner die tot dan toe het hoogste wattage trapte, Lars van den Berg. Je bent pas 18 jaar, je wordt binnenkort 19. Als jij dat stagecontract wint, ga jij dan ook echt stage lopen bij Katusha Alpecin? Het is een World Tour ploeg. Ja, dat is een goede vraag. Daar moet ik natuurlijk met heel wat mensen even goed over nadenken en over praten. Maar ik heb er nog niet verder over nagedacht. Eerst maar winnen en dan zien we wel weer verder. En dat zal een hele zware klus worden.
Jasper Okkeloen is 27 en hikt al jaren tegen een profcontract aan, maar slaagde er nooit in die stap te zetten. En dit is mogelijk zijn laatste kans om in de schijnwerpers te komen van een grote ploeg. Voor mij is het denk ik de enige kans om nog prof te worden, of in ieder geval een stagecontract. Dus ja, super mooie kans natuurlijk en goed naartoe gewerkt. En ja, gewoon zo meteen die gasten eraf rijden. De renners zijn inmiddels 30 minuten bezig en komen langzaam in een zwaardere zone. Iedere 6 minuten gaan de wattages een stuk omhoog en de hoeveelheid watts zijn gerelateerd aan het lichaamsgewicht van de renner. Hierdoor trapt iedereen relatief gezien even zwaar en is de renner die het langst blijft fietsen fysiologisch gezien de beste en daarmee de Wattmeister 2017. We zien dat het al zwaar wordt voor de mannen. Ze zijn aan elkaar gewaagd en dus zullen ze allemaal langer dan een uur op de fiets zitten. Maar vroeg of laat gaat er iemand afvallen en dan is daar het moment. Volkert Oostra is de eerste renner die breekt. Hij trapt een knappe 5,6 watt per kilogram en is helemaal stuk. Maar ook Jens van den Doel moet passen. Kruipt van zijn fiets af en duizelt van de inspanning. Zometeen gaan we verder met de Wattmeister finale. De resterende 8 renners zullen om beurten afvallen, want we zitten in de laatste minuten. Wie blijft het langste trappen en wint dat stagecontract bij team Katusha Alpecin? Dat zien we zometeen, want we keren terug naar de klimtijdrit in Vaals, waar de renners ook de nodige wattages moeten wegtrappen. Wat te denken van Dion Beukenboom? Weegt maar liefst 87 kilo en is dus fors in het nadeel als het bergop gaat. Maar Beukenboom is oersterk en kan zo extreem veel watts wegtrappen dat hij op deze relatief korte klimmetjes nog altijd goed uit de voeten komt. Iets dat voor weinigen is weggelegd, maar Beukenboom is dan ook een uitzonderlijk geval. Deed al mee aan de Olympische Spelen op de baan en was ook al Nederlands kampioen op de individuele achtervolging. Winnen zou hij niet, maar een 5e plek was er voor hem vandaag weggelegd op 43 seconden van de uiteindelijke winnaar. En dat is een knappe prestatie voor deze spierbundel uit Noord-Holland. Rood en blauw is het mooiste wat er is om te dragen na de wereldkampioenentrui natuurlijk. Dus ik heb er zeker zin in. Aldus Nederlands kampioen tijdrijden bij de belofte Julius van den Berg. Hey. Zijn ploeggenoot Adriaan Jansen werd hier al eens 5e en 2e en is op papier dus de grote favoriet. Jansen is de drager van de witte jongerentrui en daarmee is een stagecontract te verdienen bij team Lotto NL Jumbo. En ploegleider Grisha Nierman steekt niet onder stoelen of banken dat hij interesse heeft in bepaalde renners die hier nu rondrijden. Nou, er zijn een aantal renners zoals Hatthijs de Vries, die is dit jaar al een keer met ons op trainingskamp geweest. Bijvoorbeeld Adriaan Jansen, die staat nu aan de leiding voor de jongerentrui. En de afspraak is dat de eerste na 9 juli, als ik goed heb, de leider van de jongerentrui, dat die bij ons stagiair gaat worden. Dus daar heb ik ook al een paar woordjes mee gesproken. In de verwachting dat hij dat waarschijnlijk gaat zijn. Dus zo zijn het er gewoon een aantal. Hatthijs de Vries en Adriaan Jansen genieten dus belangstelling, maar Jansen moet wel nog zijn best doen. Hij zou niet een al te beste tijdrit rijden en eindigde op de 19e plaats, maar blijft aan de leiding in het jongerenklassement en maakt dus nog steeds kans op dat stagecontract bij team Lotto NL Jumbo. Schrijf hem maar op, Jasper de Laat rijdt het hele jaar al verbluffend goed op internationaal terrein tussen de profs, maar winnen deed hij nog niet. Vandaag is hij op stoom en rijdt op 4 seconden na het parcoursrecord aan Diggelen. De Laat is daarmee 20 seconden sneller dan Nederlands kampioen tijdrijden bij de belofte Julius van den Berg en mag dus in de hot seat gaan zitten, maar zal moeten afwachten of er nog iemand onderduikt. Er moeten dan nog 2 mannen finishen, Tijmen Eysing van Metec TKH en Robert de Greef van Babydum Cycling Team, die aan de leiding staat in de topcompetitie na zijn indrukwekkende zegen in de Ton Dolmans trofee. Maar zowel Eysing als de Greef komen bij lange na niet aan de tijd van Jasper de Laat en hij kan dan eindelijk de felicitaties in ontvangst nemen. Mooi man. Top man!
Ja, ik wilde deze hebben. Vorig jaar was ik vijfde. En dan ga je dit jaar wel naartoe van, ja, ik wil dit jaar gewoon hoger en ik wil hem winnen. En als je dan binnenkomt en je rijdt 24-12, zo'n snelle tijd, en ook nog met een beetje nat wegdek, dan weet ik gewoon, we gaan er niet heel veel meer onder komen. En ik hoor een geweldig applaus voor de top 3 van vandaag. Mooi! Hier dan de top 3 van de dag. Jasper de Laat wint de klimtijdrit in Vaals voor Nederlands kampioen tijdrijden bij de belofte Julius van den Berg en Eik Groen van Delta Cycling Rotterdam. Dan kijken we nog even naar de top 10. Eduardo Affini, de Italiaan, vierde. Dion Beukenboom, knap vijfde. Dan Niels Sinchek op plek 6 voor Robin Leuwik en Ide Schelling. Mogen aangehouden en dat ging op zich. Martin Kelderman werd vandaag 26e en pakt daarmee 5 kostbare punten op zijn voornaamste belager, Sjors Dekker. En zit dus iets steviger in het blauw. Ja, volgens mij een paar punten uitgelopen. Dus het doel was in ieder geval om te kijken om een paar punten te pakken en misschien wat uit te lopen. Nou, dat is gelukt. Dus op zich ben ik wel tevreden. Ja. Woensdag de volgende grote afspraak, de Wattmeister. Wat kan je daar? Ja, ik sta er goed voor. Laatste test een week geleden was goed. Ik sta nu derde dicht op de nummer 1 en 2. Dus we kijken of we daar volgende week nog met wat extra moraal er nog vol voor kunnen gaan. En ja, wie weet daar de boel naar me toe te trekken. Het zou mooi zijn. Ja, dat zou zeker mooi zijn voor Kelderman, maar daar komen we zo op terug. Want straks gaan we naar die finale van de Wattmeister Challenge. Maar nu blijven we nog even bij de les, de huldiging van de klassementen in de topcompetitie. Zo ook de bolle trui van Jasper Okkeloen. Hij had vandaag maar één doel, de maximale score op het tussenpunt en die 40 punten voor de bergtrui. Dat lukte hem en daarmee is hij nu verzekerd van de eindwinst in dit klassement. Ja, ik was wel echt flink kapot, dus daarna dacht ik doe even rustig aan. Maar toen werd ik al best wel gauw weer ingehaald door iemand. Toen dacht ik van ja, moet het ook niet te gek maken. Dus toen ben ik alweer proberen wat tempo te maken. Maar ja, als je je zo erg opblaast aan het begin eigenlijk, voor zo'n klimmetje, dan is het dan wel lastig om nog iets eruit te halen. Maar ja, dat is dan ook, als het doel gehaald is, dan ben je blij. Ja, en wie ook blij mag zijn is Adriaan Jansen. Geen beste dag met de 19e plek, maar toch nog in het wit. En met nog één vlakke tijdrit te gaan heeft hij goede papieren. Want enkel Lindenburg en Jacobsen kunnen hem nog bedreigen. Maar dat zou normaliter geen probleem mogen zijn voor de hardrijder van Seg Racing Academy. En dus mag hij al voorzichtig denken aan dat stagecontract bij Team Lotto NL Jumbo. Ik kijk er wel naar uit en ik heb vertrouwen dat het de komende tijd weer een stuk beter gaat. En ja, dan kan ik vol goede moed beginnen aan het stagecontract bij Lotto Jumbo. Juist, dames en heren, hier staat Robert de Greef, leider in de Nederlandse topcompetitie. En ook de leider in de topcompetitie na 6 wedstrijden, Robert de Greef, heeft zicht op een contract. Geen stagecontract, maar een heus profcontract bij Rompot Nederlandse Loterij. Want dat is de beloning voor de eindwinst in de topcompetitie. De Greef staat aan kop met 253 punten en voelt de hete adem van Adriaan Jansen. Ik wil gewoon die leiderstrijd houden, dat is gewoon gelukt. En nu is gewoon weer de focus op de volgende tijdrit en gaan. En ja, de rode omloop ligt me denk ik goed. Dus ik moet hem gewoon zien te houden tot aan die laatste koers. De klimtijdrit zit erop en we gaan door naar Amsterdam, want de Wattmeister Challenge is in volle finale. De renner die het langst blijft doortrappen is verzekerd van een stagecontract bij Katusha Alpecin. En we zien dat er nog 5 renners op de fiets zitten. Rick Ottema, Lars van den Berg, Eik Groen, Jasper de Laat en Piotr Havik hebben zicht op de winst. Dan is het over en sluiten voor Ottema en ook voormalig Wattmeister Lars van den Berg wordt bedankt voor de moeite. 3 mannen nog in de race voor de stage. En dan breekt ook Eik Groen en hebben we nog alleen Jasper de Laat en Piotr Havik in de race. Die hevig wordt aangemoedigd door zijn moeder. Jij bent hem, blijf draaien. Hele Harike, kom op Piotr! De Laat trekt bekken, maar breekt nog steeds niet. Kan afzien als een beest, maar hier is dan toch het moment van de waarheid. Ja,
Piotr Havik trapt nog stevig door en beseft het nog niet. Maar dan weet hij het, de buit is binnen. Piotr Havik is de Wattmeister 2017 en mag stage gaan lopen bij Team Katusha Alpecin. Ja! Zaken in de tabellen bewerken. Hier dan de uitslag. Piotr Havik won met een indrukwekkende 6,18 watt per kilogram. En dat is zeker een profwaardig resultaat. Op plek 2 zien we Jasper de Laat met 6,15 watt. Ook niet mis. En op plek 3 met een verdienstelijke 6,05 watt is het Ike Groen. Kleine verschillen dus en al zeker tussen de nummers 1 en 2. En dat is balen voor Jasper de Laat, die het toch nog positief oppikt. Ja, ik ging al vrij snel stuk eigenlijk. Te vroeg naar mijn zin, maar ja, dat heb je zelf niet in de hand. Dus afhankelijk van de vorm van de dag. Maar ik hield het wel nog vrij lang vol. Dus ja, uiteindelijk hoor je daar tweede mee. Maar daar heb je niks aan, hè? Nou ja, je weet, als je nou ziet, ik zie dat ik verbeterd ben ten opzichte van april. Dus dat is alleen maar mooi. Piotr Havik verdient een stagecontract. Piotr Havik is inmiddels een klein beetje op adem gekomen en begint zich langzaam te realiseren wat hij heeft gewonnen. En besef je al dat je straks vanaf 1 augustus bij Katusha Alpecin stage gaat lopen? Nee, dat besef ik misschien nog het minst. Het is, die trui is al geweldig, de titel Wattmeister is super, maar dan dat stagecontract, dat is ja, zoiets moois. En ja, ik wou heel graag altijd al Canyons rijden, dus dat het op deze manier kan is echt geweldig. Dames en heren, we kunnen beginnen aan het ovationele applaus voor de top 3 van deze Wattmeister finale. Hier dan het podium van de nummers 1, 2 en 3. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze memorabele aflevering in de topcompetitie. 14 juli zijn we er weer met een vlakke tijdrit in Emmen om 7:15 hier op Eurosport 1.